Het V75 vandaag op de baan van Örebro. Örebro met een korte uplop. 175 meter is de laatste rechte lijn. De spaning, de leiding hebben iets meer voordeel dan op de meeste andere banen. En ook de baan is wat... Er zit veel gruis op, dus het, voor paarden zonder ijzers kan het wel eens vervelend zijn. Maar in de herfst valt het meestal nog wel mee. Vooral in de winter heeft die baan geen voordeel voor paarden zonder ijzers. Het eerste onderdeel lijkt in eerste instantie een open aangelegenheid. Maar aangezien er verderop nog veel meer koersen zijn die heel open zijn... ga ik in de eerste afdeling uit van twee paarden. Favoriet is de 2, Balero Miras. De laatste keer zat hij ingesloten, liep evengoed 12-5. Voelde goed aan, zei Erik Adielson. En ook Svante Boot zegt, dit is ondanks al mijn kansen die ik vandaag heb, wel mijn beste kans, ook mede door het startnummer, voor vandaag. Dus volgens mij is dat de gemotiveerde favoriet in deze koers. En daarnaast snel van start de nummer 3, New Generation van Björn Goop. Hoogstwaarschijnlijk in de leiding en is dat niet zomaar te kloppen. Dus favoriet wat mij betreft ook de 2 en voor het spel wellicht 2 en 3. Tweede onderdeel, goede paarden. Je kunt overal iets over zeggen, van vinden. Maar wat mij betreft komt het toch allemaal neer op de thuisbaan van Sauveur, de nummer 2. Paard dat... heel erg best is. Ik vind hem er goed relaxed uitzien de laatste tijd. Wat mij betreft is dit een banker. De 2, Sauveur. Het derde onderdeel is, zoals ik het zie, een 2 paardenkoers. Ty Broadway, nummer 2, Björn Goop. Snel van start, laatste keer heel erg best gelopen. Björn Goop zegt zelf ook in zijn Björn column van joh, mijn paard moet je maar banken, want volgens mij krijgen de 3 en de 4 Alvena Pelé en Quid Pro Quo niet een hele lengte van mij van start af, dus zit ik in de leiding en heb ik een hele goede kans om te winnen. Daar zullen we maar aan houden en we gaan ook maar vanuit dat hij daarin de waarheid spreekt. Maar zeker moet wat mij betreft mee de nummer 4 Quid Pro Quo, de laatste keer weer... goede koers gelopen, ruggetje van door is voor, laatste stukje versnellen. Paard is weer heel best, kan hard beginnen. Hoe hij erin komt te liggen is even een tweede, want ook Alvena Pelé kan heel hard beginnen. Perlenetson gaat in ieder geval proberen om de kop wel te krijgen. Maar zal hem dan wat mij betreft overgeven aan Quid Pro Quo. Dus ik denk na 500 meter zit Ty Broadway of Quid Pro Quo in de leiding. En degene die erin zit, die heeft een hele goede kans om te winnen op Örebro. 2 en 4. Dan het vierde onderdeel, 15 paarden. Merriekoers, ja, bijzonder open koers en dan moet je er zoveel mogelijk meenemen als mogelijk. Maar ik wil toch een paar paarden noemen. De 1, Apollonia, is volgens mij favoriet. Laatste keer een onmogelijke koers. Daarvoor goed en die keer daarvoor heel best. Nummer 1 is niet helemaal perfect op de baan van Örebro, maar hij kan de kop houden eventueel en is dan mogelijk ook dat hij dat tot aan de finish doet. Er gaan in ieder geval wat stemmen die zeggen dat dit een winnaar is. Dus ik zou hem meenemen. De 3, Io Eld. Torbjörn Jansson in de Zulky. Paard in goede vorm. Ik denk dat hij ook zeer gebaat is bij het startnummer. En moet zeker mee op de tickets. De 9, Eternal Sunshine met Björn Goop. Goed startnummer, want hij start achter Jenny Lovecroft. En die kan ook aardig hard beginnen. Dus wat mij betreft komt Björn Goepel goed in te liggen en zeker een eerste kans. Stelina de 11, Robert Berg, paard dat bij Walmel al een heel goed paard was en weer helemaal terug in vorm is. Mag je zeker niet weglaten. En de nummer 13, Joy Rip, laatste keer winnen van de V75. Heeft een enorm eindschot, is in zeer goede vorm. Dus moet zeker mee op de tickets. Ravini was de laatste keer ook winnaar aan de V75 vanuit Doorispoor, maar met start nummer 15 vind ik het vergezocht dat hij deze koers gaat winnen. En Kielstorm is ook een man die in ieder geval met dit paard al heel vroeg de aanval gaat kiezen. Dus die zal op wachten worden gereden, denk ik. En dan zie ik het niet gebeuren. Het vijfde onderdeel, 2-jarige koers. Nou, zoals ik altijd zeg, 2-jarige en 3-jarige kun je gewoon niet banken. En zeker met die 2-jarige. De ene week lopen ze 15 en de week erop lopen ze 12 of andersom. Dus ook voor deze race geldt zoveel mogelijk paarden maar meenemen. Paarden die ik wel wil noemen, de nummer 2 Empty Lebron, Aker Lindblom, thuisbaan.
Paard ziet er bijzonder goed uit en gaat maar door als hij in de koers ligt. Zeker van kop af. Kan aardig beginnen. Dus een terecht paard om mee te nemen. De 3 Global Touchdown en de 7 Chocolate Cold die de laatste keer ingesloten zat. Paarden van Swant de Boot. Dat is echt een man die 2 jaren zeer goed weet te krijgen altijd. Dus die paarden moeten zeker mee. Dixie Sisu per Noordstroom. Wel de eerste keer autostart. Maar de laatste keer ook prima gewonnen. Goede tijd. Gerrit Boko de 5 per Lennartsons paard. De laatste keer ook enorm verbeterd. Iets in de aanspanning veranderd. De 6 Racing Munch. Joachim Lofgren. Joachim is enthousiast over zijn paard. Zegt dat het een talentvol paard is. Dus die zou je dan ook niet weg mogen laten. Dan hebben wij ook nog de nummer 8. Borups Powerful. Die won de laatste keer uit het dode spoor in 1.13.6. Een ongelofelijke verrichting. Maar staat nummer 8 op Eurobro. Is wel bijzonder slecht. Maar goed, het is een kans dat er zomaar 5, 6, 7 paarden wegspringen. En dan leg je er zomaar bij. Daydream de 12. Laten we die nog noemen. De laatste keer in Duitsland een steenharde opening voor ze kiezen. Maar is wel een goed paard. Björn Koek zit erop. En met een beetje geluk ligt hij er ook zomaar goed in. Dus zoveel mogelijk meenemen. Het 6e onderdeel, groot favoriet, de 1, Only One Winner. Paard is in bijzonder goede vorm. Timo Nurmers is ook enthousiast. Maar ik zou hem niet banken. Paard kan hard beginnen, maar start nummer 1 op Eurobro is niet zo makkelijk. Dus er ligt altijd met start nummer 1, je moet meteen even de bocht in. Na de start de kans dat hij in galop raakt, ondanks dat hij drafzeker is. En de 4 Mr. Lindy is denk ik veel sneller nog van start. Die is op het eerste stuk heel explosief. Dus ik denk dat Mr. Lindy in de leiding zit. En die is zeker gebaat omdat hij de laatste 2 keer ook de kop had. Maar de laatste 100 meter toch wat... Hij liep wat door, maar niet kon versnellen, laat ik het zo zeggen. Die is daar wel bij gebaat bij de Eurobro-baan. En Only One Winner komt daar dan achter te zitten, denk ik. Of hij moet naar buiten kunnen in de eerste bocht, dan kan hij gaan rijden voor de kop en dan zou Kielström hem kunnen overgeven. Maar wat ook kan gebeuren is dat Mr. Lindy de kop neemt en Uniek Julia de 6 die ook snel van start is, gaat rijden om de kop en dat Urjaan hem overgeeft. En vergeet niet dat die Uniek Julia de laatste keer in het doorspoor belandde en een hele goede koers liep en op iets meer dan een halve lengte binnenkwam van Mr. Fox en Ray Dock de 5 in deze koers. Dus die staat hier gewoon prima in met start nummer 6. Dan mag je daarmee ook niet weglaten. Dus de 1 groot favoriet, maar wat mij betreft niet banken. Als laatste noem ik nog de 3 Linz Lusen AU, de laatste keer dooispoor in 1.10.5. Paard is naar rust bij Swant de Boot in training gekomen, is flink verbeterd en heeft gewoon kans, het is ook redelijk snel van start, om deze koers winnend af te sluiten. Dus de 1, de 3, de 4 en de 6. Het laatste onderdeel, groot favoriet, favoriet, de nummer 4, Melby Diamant. Maar ook hier een 3-jarig paard, ik bank ze niet, adviseer ik ook niet om te doen. De ene laatste keer wordt hij bijzonder makkelijk van start, had de kop en won heel erg makkelijk. Maar de laatste keer, in de laatste bocht, begon hij al te rommelen met zijn draf. En aan het einde van de laatste bocht sprong hij ook daadwerkelijk weg. Ik hou daar niet van een paard die zo met zijn draf aan het rommelen is. Zeker niet voor een 3-jarige. Leek daarbij ook wat slapper. Dus het zal best een goed paard zijn. Maar voor mij geen banker. Nou, er zijn een paar kapers op de kust. De 2 Noble Southwind gaat voor de eerste keer met Amerikaanse kar. Met een bike. En Peter Unterstein is zijn stalvorm. Lijkt weer helemaal terug te zijn. Won meerdere koersen van de week op Jägersreu. Dus die moet gewoon mee, de 2. De 5 Global Response, Stefan Perssons paard. Laatste 2 verkeer van kop af gewonnen. Loopt goede koers, is een sterk paard, is snel van start. Gaat ook deze keer voor de eerste keer met de Amerikaanse kar. Dus moet zeker mee. Gaat proberen om de kop te krijgen. Dat zou de 4 Melby Diamant ook willen. Mocht Stefan wat gas geven in de eerste bocht, dus bestaat dan ook weer de kans dat die Melby Diamant in galop springt. Dus er kan heel wat gebeuren in deze koers. En Coltini's paard, de 3 Polycrates Face, sterk paard, laatste keer ook sterk geworden. En die wat mij betreft moet ook mee.
En als je nog wat ruimte over hebt, dan moet ook de 11 Kingsher Keur mee. Aardig paard, de laatste twee keer goed gewonnen. Alleen van achteraf op Eurobureau is niet makkelijk. En er lopen hier toch paarden in die ook 13 lopen. Dus hij zal wel flink gas moeten geven om hier voorbij te komen. Maar mocht je nog eentje over hebben, dan kan die mee. Dus de 2, 3, 4, 5 en eventueel de 11. Oké, dat was hem voor de V75. De laatste koers op Eurobureau, de 12e koers, heb ik nog een tipje. De 7 Emma Joe Valley. Paarden de laatste keer startgalop maakte, maar een goede koers liep. Vijfde binnenkwam met Jorma Contio. Nu Michael J. Andersen op de sulky. Ze krijgt startnummer 3 aan de start van het tweede band. Is niet verkeerd wat mij betreft. En ja, als ik zo de koers kijk, zou die op een mooie koot moeten kunnen staan. Dus een paar eurootjes kan er tegenaan. Voor de verrassing. Oké, dat was hem. Morgen de grote prijs, de UET op Wolvega. Uiteraard gaan we daarheen. Veel Zweedse deelnemers, dus ik ga uiteraard even kijken of we nog wat tips kunnen losweken bij de Zweedse piqueurs. Maar dat gaan we zien. Bold Eagle is inderdaad groot favoriet, dus het zal lastig zijn om te kloppen. Interessant om Billy de Montfort een keer te zien, want dat is echt een drafmachine. Oké, dus ik wens jullie vandaag en morgen heel veel succes en plezier bij de koers. En we zien elkaar volgende week. Oké, hoi!